Hoi mijn mens, welkom. Dit is video 7, ritme 7. En in dit ritme 7 gaan we een aantal creatieve punten weer bij elkaar zetten. En daarvan wordt de doep weer gebruikt. Tita, to en tu worden gebruikt. En dawak wordt weer gebruikt. Nou, ik ga eerst even fonetisch de zin aan jullie voorleggen, zodat we hem ook kunnen onthouden en ook kunnen nazeggen. Want if you can say it, you can play it. Da doep. Snif, ti, ta, to, tu, dawak, dawak, weet je nog, het aanzetten. Nog een keertje, da doep, snif, ti, ta, to, tu, dawak, dawak. Nu met z'n tweeën, 1, 2, 3, da doep, snif, ti, ta, to, tu, dawak. Snif. Da doep. Snif. Ti ta to tu da wak. Snif. 1, 2, 3. Da doep. Snif. Ti ta to da wak. Snif. Da doep. Snif. Ti ta to tu da wak. Snif. Da doep. Snif. Ti ta to tu da wak. Snif. Oké. Zo gaat die klinken op het instrument. Houd dus eventjes iets langer vol. Da doep, snif. Ti, ta, to, tu, da, wak. Nog een keertje. Maak bij ti, ta, to en tu en dawak, maak het echt afzonderlijke stukken. De bedoeling van al deze ritmes zijn, is dat we spiergeheugen leren creëren. Dat we leren praten in de taalkontext die ons nu gegeven wordt met het instrument de didgeridoo. Maar, en dat is de volgende video die ik ga meegeven, waarom gebruik ik nu juist deze vorm? Waarom gebruik ik deze ritmes? Niet alleen maar omdat ze leuk een ritmisch en technisch geheel bij elkaar vormen, maar ook omdat er nog een gezondheidsaspect achter zit. Maar dat in de volgende video. Nu eerst ritme 7. Ik speel hem. Je speelt hem na. En het lijkt me ook leuk als we zo meteen gewoon tegelijkertijd samen gaan spelen. En een beetje een gezamenlijke jam. Altijd gezellig, toch? Eerst vraag en antwoord, dan kunnen we hem het beste onthouden. Stuk voor stuk, daarna de hele zin. Komt-ie. 1, 2. 1, 2, 3, vita tous. Oké,
Nu gaan we het ritme even achter elkaar zetten, zodat je ook lekker kunt meespelen. Hou ik zo weer een tijdje vol. En daarna zal ik je gaan laten zien hoe ik deze creatie gebruik als ik aan het spelen ben. 1, 2. Van mijn wangen, ik wil bol worden. Maar als je dat eigenlijk gaat doen, dan schieten je lippen weer van elkaar af. Dus je zit een beetje in een dubio stuk. Hoe hou je nou, als ik met die doep bezig ben, toch die spanning erop, zodat ik die horen er subtiel uit kan gooien? Want doep is de bedoeling dat die subtiel is, geen scheepshoorn. Verschil tussen die scheepshoorn en de subtiele toeter, de subtiele horen, is dit. Ja. Zo'n scheepstoeter. Kost je te veel kracht, is het dominant. En je kunt ook vrij weinig met de klank. Dus gewoon boel. Terwijl het subtiele, kijk ook het verschil met mijn wangen. En kijk ook het verschil met mijn kaak. Kan je dus met doep eigenlijk spelen. En er is wel één iemand die ik hierbij moet noemen. En ik zou je zeker aanraden om die persoon ook te gaan opzoeken op het internet. Misschien heb je wel eens van hem gehoord, misschien nog niet. Maar deze doepklank is eigenlijk afkomstig van Charlie McMahon. Charlie McMahon die heb ik ooit in de jaren 90, begin jaren 90 heb ik die mogen ontmoeten. En hij was toen ook al bezig met, hoe kan je nou fonetisch mensen bewust maken wat de klanken van didgeridoo-spelen eigenlijk zijn. En hoe kan je daar ook ritmes mee meegeven. Nou, doep heb ik daar altijd heel goed van onthouden. Want dat was voor mij ook een beetje de eye-opener van, hoe kom ik nou van die scheepshoorn af? Goed. Daarnaast is ti, ta, to en tu heel makkelijk dat je dat gaat verzanden. Dat is van dat het zijn articulatiewaarde eigenlijk verliest. Hoe onduidelijker je spreekt in het dagelijks leven, hoe minder mensen je zullen verstaan. Of hoe minder duidelijk je boodschap over zou komen. Nou wens ik natuurlijk dat mijn video's in de woorden die ik gebruik de context duidelijk over laten komen. Want dan doe ik in ieder geval practice what I preach. Maar met muziek maken is het precies hetzelfde. En met didgeridoo spelen eigenlijk nog meer. Omdat we alleen maar onze lippen en onze adem hebben. Dus hoe duidelijker ik kan articuleren, hoe meer ik er ook aan heb dat ik mijn ritmes helder kan houden. Dat ik mijn ritmes ook goed kan timen. Dat ik mijn luchtstroom ook gewoon in balans heb.
En dat ik gewoon ook helder maak wat ik op dat moment aan het doen ben. Laatste punt daarvan is dat het ook veel gezonder is. Want hoe meer ik me bewust word van mijn adembalans, gebruik ik elke keer weer die buik en niet onze borst, maar dat waren de andere video's. Toch eventjes handig om het weer terug te laten komen. Hoe meer ik me daarvan bewust ben, hoe helderder eigenlijk ook mijn ritmes gaan klinken. Niet alleen leuk voor jou, maar ook leuk voor de mensen die ernaar luisteren. Dus, elke keer als je aan het oefenen bent, en daarom zeg ik dit op de laatste video, elke keer als je aan het oefenen bent, wees je eigen coach zo helder en zo objectief mogelijk. Niet dat je tegen jezelf gaat zeggen, ik doe het fout. Je kunt namelijk op dit instrument geen fouten maken. Je kunt je alleen bewust worden wat welke spiervorm doet met de klank. Dus je arsenaal van kennis wordt steeds breder naarmate je ook heel duidelijk naar jezelf leert luisteren. Het is niet fout. Maar we willen bewust worden dat we die klank op die manier er ook kunnen uitgooien. En als er een andere klank uitkomt, geweldig, nieuwe ontdekking gedaan. Gebruik hem in je volgende stuk. Maar leer te snappen waarom en hoe je het doet. Goed, dit ritme. Da toep, ti ta to tu da wak. Gaan we nog eventjes met z'n tweeën spelen. Om na deze leuke intro, deze monoloog weer wat met onze instrumenten gaan doen. Ik speel hem, jullie spelen gewoon tegelijkertijd mee. En daarna zal ik hem voordoen zoals ik hem eigenlijk gebruik in mijn creatieve verzinsels. Wens ik jullie super veel plezier met het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 5. En we zien elkaar weer bij de volgende video. Tot de volgende keer. Doei doei!